We zullen altijd te maken hebben met de uitdaging van hoe sluiten we onderwijs nou zo goed mogelijk aan op de toekomst. We zijn er in Challenge Lab en twee belangrijke speerpunten van het Challenge Lab zijn wetenschap en technologie en digitale geletterdheid en hoe we dat in het onderwijs van nu vorm kunnen geven. De wereld waarvoor we aan het opleiden zijn vraagt iets anders van ons als onderwijsprofessionals dan dat 10 jaar geleden vroeg. En dan zie je dat de rol van een leerkracht verandert van het informatie geven naar het helpen om de informatie te vinden. Door labs zoals een Challenge Lab kunnen we de ideeën met elkaar uitwisselen, onderzoeken wat werkt en zo met en van elkaar leren.